In Ermelo vindt het tweede Hippiade-weekend plaats. De outdoorkampioenschappen springen, dressuur, mennen, voltige en aangespannen sport. De combinaties die hier rijden hebben zich gekwalificeerd door middel van selectiewedstrijden. Ze komen samen op het KNAS-centrum om te strijden voor de kampioenstitel. Er zijn ook verschillende verenigingen aanwezig. Zij strijden voor het verenigingskampioenschap. Het verenigingskampioenschap bestaat uit 8 combinaties. Je hebt 4 dressuurcombinaties en 4 springcombinaties. De dressuurcombinaties die rijden alle punten bij elkaar. De punten die ze gekregen hebben van de jury's die worden bij elkaar opgeteld. De springcombinaties, die fouten die ze maken of geen fouten, die worden er dan weer afgetrokken. En degene met de meeste punten wint. Hier in Ermelo komen alleen de beste verenigingen van Nederland uit. Ja, wij zijn het Jongeruiters, wij komen uit Friesland en we hebben meegedaan aan de Friese kampioenschappen. We zijn Fries kampioen geworden en daarom mochten we nu naar het NK in Ermelo. Anna de Recht van vereniging ZEO deed goede zaken voor haar team. Ja, Anna de Recht en Valentino Zet. Nou, dat ging hartstikke goed. Foutloos, hè? Ja, ik was erg blij met dit rondje. Het is goed voor het teamresultaat. Ja, je hebt ze niet teleurgesteld. Nee, dat is best moeilijk met een team om dan voor iedereen goed te doen. Dus de druk was wel wat hoger dan dat je normaal voor jezelf rijdt. Wat maakt dit voor jou zo leuk met zo'n vereniging rijden? Gewoon het gevoel om met een team weer op pad te zijn, dat is wel leuk. Dat iedereen zijn best doet om met elkaar een goed resultaat te houden. Stimuleert dat dan ook misschien? Of? Ja, nee, je wilt altijd wel zo goed mogelijk doen, maar nu kijken er meer mensen naar je als je rijdt. Dus dat is ook wel leuk. Normaal ga je natuurlijk met je ouders of met familie of met de stal waar je voor rijdt. Ga je erheen met 1 of misschien met 2 paarden. En dan is het gewoon, dan ga je voor dat resultaat. Maar nu ben je eigenlijk met een hele groep. En je gaat even kijken bij het dressuur en je gaat even bij het springen kijken. Dus eigenlijk de hele dag heb je wat te doen, want er zijn zoveel mensen die dan moeten rijden. Het gaat vandaag niet alleen om de resultaten. Ja, het is zo gezellig met z'n allen. We zijn vanmorgen met z'n allen vroeg vertrokken, met z'n allen erheen gegaan. We hebben lekker eten meegenomen en... we kunnen elkaar aanmoedigen en als we straks klaar zijn gaan we nog even een broodje met z'n allen doen. Het verenigingskampioenschap werd uiteindelijk gewonnen door de Pasruiters uit Neden. De beste vereniging Hippiade 2013, de Pasruiters uit Neden.